Het nieuwe hoofdbureau van politie aan de Johan Adolf Pengelstraat wordt rond medio januari opgezet. De sloopwerkzaamheden van het bouwsel dat er jaren stond zijn nu gestart. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken geeft in een gesprek met de redactie aan dat de aannemer heel snel is begonnen met het afbreken van het bouwwerk dat er nu nog deels staat. We willen namelijk ook aanbesteden de nieuwbouw en dat wil ik voor december wel ready hebben. Dus de aannemer heeft de opdracht om snel te werken. Juridisch kan het. Maar de aannemer moet natuurlijk ook kunnen mobiliseren. Meestal is de aannemer 2 weken nodig om te mobiliseren. Maar theoretisch moeten we echt in januari beginnen. Oké. Ik heb ook gezien dat er materiaal aan een kant wordt gezet, dus van die lange betonnen platen. Hè? Dat klopt. Gaat dat hergebruikt worden? Ja, OW heeft de aanbesteding heeft zodanig plaatsgevonden dat OW, laat me het anders zeggen, wij hebben ongeveer de helft van de materialen die we kunnen hergebruiken teruggenomen. En de rest is beschouwd als afval is van de aannemer. En dat is dan ook zo verrekend bij de aanbesteding. Men moet zo inschrijven. Men had alle opties om in te schrijven. Dus alleen een bedrijf die heeft ingeschreven volgens de eisen die wij hadden, die zijn in aanmerking gekomen. De minister zegt dat het materiaal dat nog waarde heeft hergebruikt zal worden voor andere werkzaamheden van openbare werken. Het beton kan heel goed gebruikt worden bij de bouw van betonnen bruggen die in de plengening zijn. Hij zegt dat er de komende 5 jaren genoeg werk is.